Justitie in Alkmaar eist gedwongen behandeling na het gijzeldrama bij de TESO-veerdienst in Den Helder. De verdachte was volledig ontoerekeningsvatbaar toen zij twee vrouwen bedreigde met een keukenmes. De psychiater concludeert dat verdachte Floride psychotisch was in haar denken en voelen en doen, volledig in beslag werd genomen door het psychiatrisch toestandbeeld en dat er geen enkel ander motief voor haar handelen aannemelijk is geworden. Daar heeft ze een noodkreet gedaan. Zij was bang dat men haar dochter en haar kleindochter iets wilde aandoen. Ze wilde de dochter en de kleindochter vermoorden. Als mevrouw niet behandeld wordt, dat blijkt ook uit de rapporten, dan is de kans op herhaling groot. En als ze wel behandeld wordt, dan is de kans dat ze over ongeveer een jaar op een weer normale manier in de maatschappij kan functioneren. Heel groot. En ik denk dat dat belangrijker is voor ons allen dan dat ze een paar jaar achter de deur gaat.